Welkom bij deze virtuele editie van Queer Pioneers. Queer Pioneers is een programma van Rialto, een lantaarnvenster. En maandelijks selecteren we een klassieker of moderne klassieker. Films die belangrijk zijn, films die het verschil hebben gemaakt. Films van makers die grenzen hebben verlegd op het gebied van gender, geaardheid en seksualiteit. En daarmee ook een stempel hebben gezet op de filmwereld. Makers die een podium verdienen, want het is nog steeds urgent en nog steeds is het belangrijk om diversiteit te vieren. En ook voor de komende maanden hadden we een hele mooie reeks op de planning staan, met allemaal prachtklassiekers die we niet alleen in Rialto, maar ook in Lantaarnvenster zouden gaan vertonen. Maar zoals jullie weten zijn vanwege het coronavirus alle Nederlandse bioscopen en filmtheaters gesloten en kunnen we dus geen avonden organiseren in het filmtheater. Maar daar hebben we nu iets op bedacht. Voor het online platform Pickle hebben we een online Queer Pioneers reeks gemaakt met daarin een aantal mooie queer films. Een aantal klassiekers en een paar recentere films, waaronder ook dus Portrait de la jeune fille en feu. Maar je kunt hier ook terecht voor Morris, Taxi Zoom Clo, 120 BPM en Una Margera Fantastica. Jullie gaan dadelijk via Pickle kijken naar Portrait de la jeune fille en feu. En dat is een film van de Franse regisseuse Céline Sciamma. In mijn ogen ook wel een moderne queer pioneer te noemen. En in al haar films verkent ze thema's van identiteit en seksualiteit. Een meisje dat verliefd wordt op een ander meisje. Een jongen in een meisjeslichaam. Een meisje die zich zorgen maakt om haar positie in de maatschappij. En die verkenning staat altijd in relatie met de omgeving. Want hoe moet je je gedragen in een groep als je anders bent dan alle anderen? Hoe kun je voldoen aan alle verwachtingen om je heen? De wereld van Céline Sciamma is er een van de eerste keren. Een eerste verliefdheid, een eerste grote liefde. De eerste keer voelen dat je anders bent. De eerste keer dat je voelt dat je er weer bij hoort. Laten we eerst eens terugblikken op de eerste film van Céline Sciamma. Niaissance de Pieuvre uit 2007. De eerste keren bleef je hele leven lang, maar nooit zijn ze zo vormend en spannend als in de tienerjaren. Sciamma neemt ons in haar debuutfilm mee in de wereld van synchroonzwemsters. 15-jarige pubers, vol hormonen. En op een dag wordt de timide en onbezonde Marie bevangen door de schoonheid van Florian, de aanvoerster van het zwemteam. Maar synchroonzwemsters gaan met de waterpolo, jongens. Zo duidelijk zijn de verhoudingen in het Franse zwembad. En daarnaast past Marie niet in het wereldje van Florian. Ze is niet sportief, populair en ligt niet goed bij de jongens. Maar ondanks dat ze op het eerste gezicht niet veel overeenkomen, neemt Florian Marie toch onder haar hoede. De toenmalige 27-jarige Céline Sciamma liet zien dat ze zich nog goed kan herinneren hoe je als 15-jarige de zomer meemaakt. Als een soort gapend gat, vol tijd om te doden, vage plannen om te maken, met vrede pubers, hormonale onzekerheden en vooral onvervulde verlangens. Nu we het toch over lange zomers hebben en eerste liefdes, denk ik ook terug aan My Summer of Love uit 2004, de tweede film van Pavel Pawlikowski. Die onlangs nog veel indruk maakte met zijn film Cold War. Ook in My Summer of Love gaat het om twee compleet verschillende meisjes, die tijdens een broeiende zomer elkaar ontdekken. Een van die meisjes is Mona, die haar dagen slijt met luieren in het gras en een minnares is van een getrouwde man. Op een dag ontmoet ze een paardrijdend meisje, gespeeld door een jonge en beeldschone Emily Blunt. En ook al komen de twee uit compleet verschillende werelden, iets trekt de twee naar elkaar toe. De rijke Tamsin is gefascineerd door de ongecompliceerde levenshouding van de roodhaarige Mona. En omgekeerd vindt Mona en Tamsin een toevluchtsoord. Maar My Summer of Love is een film over hoe tijdloos en eindeloos een zomerliefde kan voelen. Hoe een eerste liefde je zomaar kan overvallen en totaal kan opslokken, alsof niemand anders meer bestaat. Er is ook een eerste keer in je leven dat je erachter komt dat liefde soms onmogelijk is. Vreed en niet altijd goed afloopt. Dat er bedrog is en wraak. Mulholland Drive van David Lynch is tot op de dag van vandaag mijn favoriete film. Een mysterie, een thriller, een liefdesdrama waarin werkelijkheid overgaat in droom of andersom. En voordat het allemaal misgaat is er gelukkig ook veel moois. En dat heeft in zekere zin ook iets te maken met de film die jullie gaan zien. Want voordat er iets moois ontstaat in Mulholland Drive is er een vriendschap. Eindeloos aftasten. Er is een moment dat de twee vrouwen elkaar voor het eerst echt zien. En dat er heel natuurlijk meer ontstaat tussen de twee. Alsof ze nooit anders hadden geweten. Zo ook in Portrait de la jeune fille en feu. Een film over een eerste overdonderende grote liefde. Universeel, tijdloos, herkenbaar.
ook al speelt het verhaal zich af in de 18e eeuw. Op een afgelegen eiland bij Bretagne krijgt een kunstenares de opdracht om het huwelijksportret van een vrouw te schilderen. Maar deze vrouw staat niet te springen om het huwelijk en heeft zich verzet tegen elke kunstenaar die een portret heeft proberen te schilderen. De kunstenares moet het dus zonder haar medeweten doen. Tijdens lange wandelingen observeert ze haar model uitvoerig. Haar bewegingen, haar blik, haar gelaat, een zeldzame glimlach. En 's nachts werkt ze stiekem aan het schilderij. En dan het moment dat de kunstenares haar model voor het eerst echt ziet. Portret de la jeune fille en feu is boven alles een portret van een grote liefde. Een eerste liefde. Een portret van een kunstenares en haar model. Een portret van degene die verliefd is en degene die wordt bemind. Een portret van het moment waarop de twee geliefden elkaar echt zien. Het moment dat die liefde er eigenlijk altijd al was. Ik wens jullie heel veel plezier met Portret de la jeune fille en feu.